Hij is 4000 kilo. Hij mag 1750 kilo tillen. Omdat het best wel een bijzondere kraan is. Want het is een De Waal plug-and-play kraan. Dan hoeven we alleen maar stroom aan te sluiten en we kunnen ermee werken. Hij is ingeschoven 12,2 meter en we kunnen hem uitschuiven tot 17 meter. Dus vandaar dat hij ook extra zwaar is. Ze hebben er 2 jaar op moeten wachten, maar nu is het dan eindelijk zover. De zeekadetten hebben een nieuwe kraan aan boord. Deze hebben we 2 jaar geleden al gekregen van het schip Interstream Barging. Die hebben ons de kraan gedoneerd. En afgelopen week heeft de ROG in de Waalhaven de kraan voor ons aan boord van het schip geplaatst, zoals jullie kunnen zien. Hoe komt het dat het 2 jaar lang heeft geduurd? De werf geleden. De werf had gewoon heel druk. Dus ja, het is allemaal liefdewerk, oud papier, zoals ze dat heel mooi zeggen. En ze hebben het ons geschonken dat ze hem gingen plaatsen. Dus het moest ook passen in hun planning. Het schip heeft het dus even zonder kraan moeten doen. Maar met de herplaatsing van de nieuwe is het schip weer als vanouds. Het schip is vroeger een betonningsvaartuig geweest. Dus echt zeg maar betonningen die op zee lagen, die werden hier met het schip verplaatst en er naartoe gebracht. Daarvoor had het schip al een kraan. Het schip voer rond in de haven van Vlissingen toen de tijd. Ja. En omdat het schip best wel hoog was door die kraan. De kraan was namelijk 19 meter hoog. De mast die erop stond, konden ze niet overal makkelijk komen. Dus hebben ze de kraan eraf gehaald om makkelijker over te kunnen komen. Dus nu eigenlijk hebben wij nu een stukje historie teruggebracht op het schip, alleen een nieuwe vorm met een nieuw soort kraan. De kraan van 4000 kilo biedt een hoop nieuwe mogelijkheden voor de zeekadetten. De kraan zijn we wel blij mee omdat we nu onze eigen kleine vaartuigen, zoals kleine vletten en dat soort dingen allemaal mee kunnen nemen op kamp. Maar ook zelf kunnen onderhouden omdat ze uit het water kunnen halen. Ja, hoe deden jullie dat eerst dan? Verslepen achter een andere bootje aan, maar ja, nu kunnen we het ook over zee meenemen en dat ging met de andere optie niet. Nou ja, het bijzondere van ons korps is ook natuurlijk dat wij alles zelf doen aan boord en we ook de jeugd laten meehelpen met alles wat we doen. Dus vanaf onderhoud tot aan varen, tot aan alles wat er moet gebeuren eigenlijk. Ja, dit roest is ontstaan doordat we niet konden schilderen door de kou van vorige week, want het vroor. Dus nu hebben we aankomend zaterdag hebben we weer goed is mooi weer. Dus kunnen we gaan beginnen om dit schoon te maken en in de eerste laag bescherming te zetten. Mochten mensen nou zich geroepen voelen om ons handje te komen helpen met de schilderwerkzaamheden of andere zaken die hier aan boord moeten gebeuren. Of het gewoon heel leuk vinden om langs te komen, zijn ze van harte welkom op elke zaterdag vanaf 11 uur.